In de zomer van 2015 sleep ik samen met mijn goede vriend Aart Strootman een piano op een groot vuur. En nu spelen, roept Aart. We spelen terwijl de piano steeds verder vlam vat. Tijdens het spelen sluiten we een pact. We spelen door tot het echt niet meer kan. Een minuut later knapt de eerste snaar. We schrikken terug van de zweepslag binnen in de kast, maar we kunnen door, dus we gaan door. Ik wijk steeds verder terug voor de vlammen en ik heb ook één tranend oog door de rook. Ik haak als eerste af. Aart niet. Hij heeft er te veel lol in. Uiteindelijk stort de voorkant van de kast in en moet ook Aart het opgeven. We kijken vol verwondering hoe de rest van de kast uitbrandt. Behalve een jongen die piano's in brand steekt, is Aart gitarist en componist. Hij stond naast grootheden als Steve Vai, soleerde voor het New York Philharmonic en orkestreerde muziek voor de film The Revenant met Leonardo DiCaprio. Maar zo ken ik hem niet. Ik ken vooral de Aart die piano's in brand steekt, onbedaarlijk kan lachen om homevideo's met dieren en aanklooit met wat er dan ook voorhanden is. In 2017 wint Aart de Gouden James Award. Kijk, daar staat hij met zijn cheque. De Gouden James Award is een prijs voor componisten en bestaat uit een bescheiden geldbedrag, maar is vooral een opdracht om een nieuw stuk te componeren. Aart besluit daar een jaar voor uit te trekken en ik volg hem daarbij. Want als ze mijn beste vriend een prijs gaan uitreiken, dan wil ik wel graag even weten waarom. Ik heb er lang over nagedacht hoe ik Aart zou moeten definiëren. Nou is het natuurlijk helemaal niet belangrijk, want Aart is gewoon Aart en die doet wat hij doet. Maar stel je voor dat je hem nou iets op moest plakken. Wat is hij dan? Is hij dan een componist? Ja, hij is een componist. Is hij dan een gitarist? Ja, hij is een gitarist. Is hij dan ook een instrumentenbouwer? Ja, hij is ook een instrumentenbouwer. Wat voor mij de grote gemeenschappelijke deler is volgens mij het woord uitvinder. Aart is een echte uitvinder in alles wat hij doet. Een uitvinder. Aarts nieuwe muziekstuk begint niet achter een bureau, niet achter de piano of de gitaar. Aarts nieuwe muziekstuk begint met het inrichten van een houtwerkplaats. Dit is wel een soort van lang gekoesterde droom die in vervulling gaat. Want het wordt inmiddels echt een noodzaak dat deze plek af is. Omdat ik vast kom te zitten, dat merk ik nu al. Je krijgt cadeautjes, je krijgt ook materiaal wat je niet had voorzien. Ja, dat is echt iets wat alleen maar kan op het moment dat je het instrument om je handen hebt. Het heeft behoorlijk wat weken van slopen nodig gehad om het hier leeg te krijgen. Maar nu is het echt een heel fijne open ruimte waar dus een opnamekamer, een redelijk geluidsdichte kamer in staat. En een houtbewerkingsschuur. Last stop, pizza. Toen ik nog op het conservatorium studeerde, wilde ik op een gegeven moment een baritongitaar hebben en had daar net genoeg geld voor. Maar toen dacht ik, ja, ik kan nu een baritongitaar laten bouwen of die aanschaffen en dan ben ik in één keer al mijn geld kwijt. En in plaats daarvan heb ik toen een bandschuur en een lintzaag en houtbewerkingsmachines gekocht. Waarmee ik dat zelf kon. Is het even duur als een baritongitaar? Ja, min of meer. Ja. Wow, ja. Wat kost dat? Nou ja, aan zich, ik denk dat een bandschuur en een lintzaag bij elkaar misschien 1200, 1500 euro is. Grofweg. En dat, okay. Ja, dat valt dan misschien nog wel mee. En toen had ik een zomer om gewoon te gaan kloten en instrumenten in elkaar te zetten, wat redelijk aan mijn verwachtingen voldeed. Na een paar prototypes durfde ik er wel het podium mee op. En toen dacht ik, ja, als dit mogelijk is en als ik hiermee in mijn eigen wensen kan voorzien, dan kan ik ook gaan nadenken over de wensen van componisten. Mijn ervaring als componist is dat die niet stopt waar anderen zeggen dat het echt volkomen onmogelijk is. Als je hem een stuk geeft en het past bijvoorbeeld niet op de elektrische gitaar zoals die dingen ontworpen zijn, dan bouwt hij een nieuwe elektrische gitaar. Wat hij echt voor een stuk van mij heeft gedaan. Hij heeft gewoon een elektrische gitaar gebouwd. Dat is een super grote toewijding. Het uitvinderschap zit er al vroeg in bij Aart.
Als hij 6 is, probeert hij zijn eerste vliegtuig te bouwen. Het is eigenlijk begonnen met mijn vader, die altijd oude elektrische apparaten meenam. Oh ja. En die werden dan uit elkaar gehaald. Er werden ook wel pogingen gedaan om ze weer in elkaar te zetten, maar dat lukte natuurlijk nooit. En op een gegeven moment had hij een oud onderdeel van een elektronisch orgel. Ja, dat had ik helemaal uit elkaar gehaald. Dus al die losse dingen, die gebruikte hij. En toen had Aart een kist gevonden waar die in kon staan. En hij ging al die onderdelen van dat elektronisch apparaat in die kist monteren. Dat werd zijn vliegtuig. Ja. En daar is hij echt weken mee bezig geweest. En op een gegeven moment kwam hij naar ons toe van... mijn vliegtuig is klaar, gaan jullie mee? Ja, tuurlijk. Mij wel. Een componist, een gitarist, een instrumentbouwer. Kort gezegd, een uitvinder. Terug naar het nieuwe muziekstuk van Aart. Op dit moment heeft Aart het volgende idee. Hij gaat microtonale buisklokken bouwen. Nu wist ik niet wat buisklokken waren, want ik zit zelf niet in de muziek, maar dat is dus dit instrument. Daarnaast is Aart al een tijdje gefascineerd door microtonaliteit. Ik vraag hem om het even uit te leggen. Op het moment dat je op een piano één toon heel hard zou aanslaan en je gaat een soort van microscopisch luisteren, dan hoor je niet alleen die enkele toon, maar dat is een samenkomst van verschillende boventonen. Ja. En die boventonen die zijn normaal gesproken, zitten die in die ene toon. Mm-hmm. Veel daarvan zijn ook niet of nauwelijks te spelen op een piano, omdat zo het instrument niet is gestemd. Mm-hmm. Maar op het moment dat je de stemming laat afwijken op zo'n manier dat je je stemming laat bepalen door de boventonen die in die enkele toon zitten, mm-hmm. Ja, dan kan je die ook separaat gaan spelen. Ja. En je kan dus ook de boventonen van de toon D over C gaan spelen. En dan kan je daarmee gaan spelen. Wat dat oplevert of wat dat zou doen. Ja, ja. Nee, dit heb ik echt niet begrepen. Ik denk dat het beste is om gewoon even een voorbeeld te horen. Dan krijg je een idee van hoe zoiets klinkt. Het internet staat vol hiermee. Ja, het is een beetje... Ah, nee, het is wel hier. Aluminium op maat. Kijk. Hey. Gewoon in één keer. Dit is echt niet des aards. Het is heel lang, hè? Ja. Oké. Okay. Prima. Dat is goed. We gaan deze uitproberen en dan hoor je ervan. Ja, dat is goed. Yes. Succes. Hey, dankjewel. Hey, ik hoop dat die werkt. We gaan het horen in de studio. Nu is even de vraag hoe we nu het beste kunnen testen. Ik heb hier geen zachtere stokken liggen, maar die kan ik wel maken. Dat maakt een enorm verschil. Het zou grappig zijn als hij nu enorm gaat corroderen, denk ik. Toon bij in zit. Mm-hmm. Hier met deze stokken niet uitkrijgen. Komt goed. Nou, heel veel op internet kijken. Ja. Van hoe doe je dat?
van de, ja, hoe noem je dat, soort filmpjes waarin iemand laat zien hoe die een gitaar bouwt. Ja, YouTube staat er vol mee. En daar kon hij echt uren naar kijken. Ja. In dat opzicht wel een autodidact hoor. Ja. En hij is nooit naar een gitaarbouwer gegaan of zoiets ergens. Ik keek gewoon van wat heeft die man van YouTube nodig, wat voor materialen gebruikt hij, welke gereedschappen. Nou, dat kun je nadoen. Dat moet toch wel een redelijke mate van autodidact. Het heeft misschien ook een beetje door de explosie van internet te maken en de hele makkelijke bereikbaarheid van alles, dat er zoveel inspiratie is van over de hele wereld, die niet te ontkennen is en die alleen maar heel gaaf is. En ik denk dat Aard dat ook heel sterk heeft. Je hoort heel duidelijk dat hij door bepaalde stijlen echt beïnvloed is. Maar je hoort ook heel duidelijk, en dat maakt de echt toffe, goede artiesten van deze tijd, hoe ze dan vervolgens uit die trechter een eigen geluid daaraan geven. En dat heeft hij heel sterk. Dat hij daar echt iets eigens van weet te maken. Hij is niet aan het kopiëren of aan het nadoen, maar hij is wel aan het... Hij kan heel goed luisteren en destilleren wat iets gaaf maakt en dan daar iets zelf van maken. Waardoor zijn muziek heel toegankelijk is, heel mooi, heel veel brede mensen aanspreekt. Omdat het is niet dit of dat, maar het is zijn versie van heel veel dingen die er nu zijn. En dat samensmeden daarvan is echt een kunst en die beheerst hij heel goed. Vanaf het eerste experiment met de buis lijkt Aards leven nog maar één doel te hebben. Telkens als ik hem bezoek in de werkplaats lijken er meer buizen bijgekomen. En als er weer een nieuwe lading is, verdwijnt Aard in de wereld van klank. Het is jammer dat je dat nooit aan een publiek kunt laten horen. Ja. Dit verschil in lengte, ook al is het dezelfde toon, komt dus doordat de buitenmaat hetzelfde is, maar de binnenmaat een halve millimeter verschilt. Iedere sessie wordt afgesloten met de woorden: komt goed. Oh, I like this kind of almost physical kind of focus on this music. He's so fascinated and drawn into his own creativity in relationship with music as a phenomenon that I feel very similar in a way. Sometimes we even don't know what we do. We just are magnetized by these phenomena and then we start to be creative. And that this seems to be a very natural source that is a big gift and a big chance, but also a big challenge and a big responsibility, because you need to, you know, to do something with it. Ja, er is dus ook een soort heilige overtuiging dat het gewoon wel gaat lukken. Zonder dat, zoals ik hem ken, zonder dat dat heel veel stress oplevert of slapeloze nachten. Hij gaat gewoon door totdat het klaar is. En dan is het klaar en dan is het meestal goed. Ja. Dus er zijn geen grenzen voor Aard, volgens mij. Helemaal niet. Doet dit? Doet dit het ook? Ja. Hallo? Hij werkt. Oké.
Is dat misschien... Dit is zo'n brakstatief. Aard. De laatste keer dat we elkaar spraken, ging jij buisklokken bouwen. Ja. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd? Best wel veel. We zijn natuurlijk gewoon aluminiumpijpen gaan halen. Ja. En ik was een beetje gaan rekenen van, nou, die toon moet er dan uitkomen. En dat klopte ook wel. Maar het nadeel is dat bij buisklokken met verschillende mallet spelen, komen er zoveel verschillende boventonen uit. En als je die dan weer microtonaal gaat maken, dan bouw je echt je eigen labyrint. Want de interferentie tussen die buisklokken is iets wat al bijzonder onberekenbaar is. Verschiltonen, somtonen, alles, ook de hele ruimte waar die dingen in komen te staan, alles draagt bij aan hoe het klinkt. Ja, oké, maar probeer niet eigenlijk gewoon nu te zeggen dat het is mislukt. Ja, nou ja. Of niet? Ja, eigenlijk alle tegenslagen die ik ben tegengekomen hebben met gewoon de tijd te maken. Dus met die buisklokken, dat had ik heel graag doorgezet, maar dan had ik gewoon 2 jaar lang onderzoek moeten doen. En dat is wel het voordeel van die marimba geweest. Op een gegeven moment hak je de knoop door, het wordt een marimba. En dan kan je gewoon aan de gang en je moet 320 toetsen gaan maken. Dus je kunt gelijk een agenda voor jezelf opstellen. Als ik er zoveel per dag maak, dan red ik het. Blijkbaar ziet Aard zijn projecten niet als iets dat wel of niet kan lukken. Hij ziet het als iets dat wel of niet mogelijk is binnen de tijd. Het is nogal een cliché om het zo te zeggen, maar het woord mislukken komt niet in Aards vocabulaire voor. Of beter gezegd, hij weigert het woord gewoon uit te spreken. En die kant heb ik eigenlijk nog nooit van hem gezien. Of dan denk ik, nou, dan kun je ontploffen eens een keer. En dat gebeurt dat toch niet. En dan zoekt hij toch weer mooie woorden voor iets wat helemaal misgegaan is. Ja, hij gaat gewoon met wat zich aandient. En dat maakt hem denk ik ook heel bijzonder. Dat hij is geen diva die zegt, ik moet op zo'n stoel en ik moet dit wat je inderdaad vaak ziet. Maar hij komt gewoon een ruimte binnen en ziet, oh ja, dit is de situatie, oké. En daar doen we het mee. Dat is heel fijn om met zo iemand te werken op die manier. Want dan ga je gewoon helemaal met wat er is. Ik begin zo langzamerhand in te zien dat mijn vriend Aard en de prijswinnende componist Arend Jan Hendrik Strootman één en dezelfde persoon zijn. Dat hij die gekke plannen die hij altijd heeft, dat hij je kerstboom versiert met lege pakken chocolademelk als je even in de keuken bent, dat hij diezelfde plannen in zijn werk uitvoert. Maar goed, er moet nog wel een nieuw instrument en een nieuw muziekstuk komen. En hij heeft net al zijn ideeën overboord gekieperd. Mijn vrees is dat als je dit instrument gaat spelen, dat je echt geen idee hebt waar welk noot. Dan kun je het niet als een piano klavier opbouwen. Ja, aan zich kan dat. Maar dan zie je echt duidelijk een muziekinstrument. Wil je dat niet? Nou, het lijkt me toffer als het er echt uitziet als een muur. Dat je als kijker ook niet direct weet van... Of dat je, ja, het staat op een podium, dus je weet dat het bespeeld gaat worden. Dat je het niet gelijk herkent als... Het moet ergens daartussen zitten. Aan de ene kant moet het voor een speler zijn, oh, heb je het zo opgebouwd? Maar voor een kijker moet het niet gelijk duidelijk zijn. Maar dat vind ik moeilijk. Een soort schutting. Ja. Moet dus wat logisch zijn. Ja,
die het ook nog mogelijk maakt om gewoon zonder al te veel studeren gewoon echt vindbaar te maken. Het zou bijvoorbeeld heel logisch zijn als je alle 12 tonen naast elkaar zou zetten. Maar dan heb je, iedere toets is 35 centimeter. Dus dan heb je gewoon 4 meter die je af moet leggen. Dat wordt het niet. Keer 4 spelers. Wel een mooie muur. Na een avond van overpeinzingen is er een plan. Dit plan is meer binnen Aarts comfortzone. Hout is een bekender materiaal voor hem dan metaal. Maar het moet nu wel in één keer lukken. Dus maken we een uitstapje naar Aarts favoriete plek op aarde. Dit is Valhalla. Met 20 zaken moeten rijden. Heb je al zin in die kettingzaagscène zometeen? Weer bewijst Aarts dat alles in een Nissan Micra past, als je maar wil. Maar waarom bouwt hij zijn instrumenten eigenlijk zelf? In Ittevoort zit een wereldspeler op gebied van marimba's. Nee, ik denk dat een deel ook, denk dat een deel van de lol ook echt wel de speeltuin is. Gewoon het zoeken naar iets wat, waarvan je weet dat het kan en dan op een gegeven moment is het er en dat kan je dan weer gaan uitbouwen. En dat hele oneindige proces is denk ik wat me enorm fascineert. Je ziet ook gewoon de soort vakmanschap en plezier daarin van het zagen en bezig zijn met. En ja. Dus volgens mij is die, ik bedoel misschien dat dan de last na afloop van een première of van ja, een uitvoering er even vanaf is. Maar volgens mij dat de drive, hij geniet volgens mij continu van ook het proces naar een creatie toe. Als je op echt een niet-hierarchische manier naar de muziek kijkt en overal van neemt wat jij er heel gaaf aan vindt en dan als een soort speeltuin dat voor je kunt leggen en denken, ik ga nu iets bouwen met al deze te gekke ingrediënten, ja, dan snap ik wel dat het drijft. Dus ik zie dat heel erg bij hem. Ik herken dat ook heel erg. En dat hij een soort speeltuin naar mogelijkheden ziet waar hij mee gaat spelen.
Juist ja, lekker spelen in de speeltuin. Maar het instrument dat Aart nu voor ogen heeft, heeft 320 gestemde stukken hout. En ik vraag me af, waarom zoveel? Ik bezoek een aantal jeugdvrienden van Aart in de hoop dat zij me meer kunnen vertellen over waarom Aart op zo'n megalomane schaal wil werken. En of hij dat vroeger ook al had. Dus bijvoorbeeld, gingen wij 's ochtends een eieren bakken. Dan had hij dat zo gigantisch goed voorbereid. Dat was niet gewoon een eitje zoals je misschien normaal gewend bent. Maar dat was dan echt eieren met een paar kilo kaas eroverheen. En een paar super exotische kruiden zaten erbij. Ja. Het was echt nooit standaard, zou ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Ja, hij doet gewoon wat hem in opkomt in zijn hoofd. En dat doet hij inderdaad af en toe spelende wijze. En af en toe experimenteel. En gaandeweg komt er dan iets uit of niet. Ja. En af en toe komen er hele goede dingen uit. En hele grote dingen inderdaad, ja. Ja. Dus was dat gewoon in de Albert Heijn ook al zo? Daar was hij niet echt voor in de wieg gelegd, volgens mij. Nee. Ik heb hem niet heel veel daar meegemaakt. Maar mij was zijn carrière daar in korte duur. Dat was niet echt voor hem. Misschien dat hij daar te veel aan banden werd gelegd. Dat hij veel aan regels moest voldoen. Oh, ja. En Aart is dan meer, denk ik, meer een vrijdenker. Die moet je dus loslaten en gewoon laten gaan. En dan komt er daar iets voort. Die artiesten hebben allemaal iets over zich heen. Een soort ja, air. Ja. Die dan iets, inderdaad, is het heel lang stil. Maar als er iets komt, dan is het ook echt iets wat er komt. Ja. Er is over nagedacht. Er wordt aangekondigd, inderdaad. Er wordt een soort hype omheen gecreëerd. Ja. Maar dan is het echt een soort mijlpaalachtig dingetje wat er dan gebeurt. Ja, ieder werk dat hij maakt is het monument bijna. Ja, het is iets wat hij achter wil laten, inderdaad. En niet eens specifiek om zijn naam groot te houden, maar gewoon iets wat hij wil achterlaten. Ja. Ja. Dus dat is waar ik al die tijd al getuige van ben. Iemand die een monument achterlaat in de wereld. Ieder ei dat hij bakt is een monumentaal ei. En een monument, dat bestel je niet op internet, dat bouw je met eigen handen. En dat moet de grootte hebben van een monument. Dus dat zijn we aan het doen. Redelijk. Nou, dat is een kwestie van dupliceren. Ja, ik denk ook niet dat hij heel gelukkig zou worden als hij bijvoorbeeld violist was en eeuwig in dezelfde Beethoven strijkkwartetten zou moeten blijven spelen. De eerste keer is nog ontdekken hoe je dat met elkaar doet. En op een gegeven moment dan weet je het wel en dan draai je je succesnummer af. Zo voelt dat dan. Terwijl hij, als hij alles een stuk van een ander zou spelen, dat hij dan toch gewoon aan het zoeken is naar wat maakt mij nou gelukkig in dat stuk. Of wat vind ik nou voor iets nieuws. Dus ja, voortdurend dat zoeken. Ja, en dat nieuwe instrument, dat zijn geen 320 van dezelfde stukjes. Maar dan moet hij ieder stukje moet hij apart onderzoeken of hij daar de goede toon voor heeft. Want als het 320 dezelfde stukken waren, dan was het een heel saai geval geworden waarschijnlijk. We zijn inmiddels een paar weken verder en zo langzamerhand merk ik dat Aart steeds stiller wordt tijdens het werken. Ieder uurtje dat hij vrij heeft, duikt hij de werkplaats in om nog even een paar toetsen te doen. Hij werkt toe naar een punt waarop hij kan zien en vooral horen of dit instrument gaat werken of dat hij het allemaal heel anders had moeten aanpakken. En dan is de bewuste avond daar. Ja, met die luid.
morgen nog een klemmetje bij. Zodat hij niet zo naar beneden hangt. It's working. That's number one of 320. Je stelt je een doel waarvan je niet weet of je het ooit zal bereiken. Maar daar dan aangestaan. En het yes moment, ik heb hem. Ja. Zie je wel dat het kan? Ja. Ja, en dat heeft hij ook al eens gezegd. Zijn broer is heel erg slim. Ontaard vooral. Dus hij voelde zich eigenlijk een beetje minder dan zijn broer. Zijn broer heeft VWO, hij heeft HAVO. En daar komt ook een stukje van zijn gedrevenheid vandaan. Van, nou ja, natuurlijk zijn muziekstudie heeft hij. Maar toch ook universitair. Een studie afronden. En ja, ik denk toch dat er ook iets in zat van, ik moet dat toch ook laten zien dat ik het kan. Ja. Ja, hij zal het nooit hardop zo zeggen. Nee, maar... Zo'n spoortje zit er wel in. Ja. Er is merkbaar een last van Aarts schouders gevallen. Wat hij heeft bedacht gaat werken, hij moet het alleen nog 320 keer uitvoeren. En dan is het af en toe wel handig dat de documentairemaker ook een van je beste vrienden is. Tijdens een nachtelijke sessie draaien we het eerste bord van de marimba-muur in elkaar. Want de volgende ochtend komen de muzici van Slagwerk Den Haag om het instrument uit te proberen. Dronken van vermoeidheid wijden wij in het holst van de nacht het instrument in met een improvisatie. Dan is het de beurt aan de professionals. Like art can be also a role model for a lot of us to just take your fascination serious, very serious in an uncomplicated way with no attitude, but with just like taking it serious like death and life. To just say this is the thing I'm on, and you know that is as important as everything else. So you better go for it. Na de repetitie heeft Aart alle informatie om The Wall, zoals het instrument inmiddels heet, af te maken. En hij lijkt ook ergens hernieuwde energie vandaan te halen, want het gaat snel nu. En iedereen die in de tussentijd langskomt, lijkt het niet te kunnen laten. Want ik vind het heel verslavend namelijk. Of ik denk dat iedereen dit wel wil spelen. Iedereen omdat het ook aan de gang wil. Dat zie je met piano's op stations. Ja, maar dit is nog veel meer. Of krijgt op zijn minst een demonstratie. Daar hoef je geen slagwerker voor te zijn. Want ik hoop een soort van nieuwsgierigheid te prikkelen die verder gaat dan alleen maar een uur lang naar nieuwe noten luisteren. Maar dat mensen ook nieuwsgierig zijn naar wat voor klanklichaam hebben we nou eigenlijk geluisterd? Hoe zit het in elkaar? Hoe is dit tot stand gekomen? Ik denk met ieder nieuw instrument wat ik zal bouwen, zal die open uitnodiging er ook altijd zijn. Van, probeer het maar eens uit. Kijk maar eens wat er mee kan. En als je een paar stokken van Slagwerk Den Haag kan lenen, dan gaan we even je gang. En dat zegt Aart niet zomaar. Na ieder concert met zelfgebouwde instrumenten nodigt hij het publiek uit. En stevast vormt zich een haag van geïnteresseerden om hem heen. Daar ga ik nog mee te monteren. Met het gevoel dat je hem er dus uit kunt duwen. Maar we zijn er nog niet. Nog even één nachtje doorhalen.
Morgen komt de vrachtwagen om de Wall mee te nemen naar de repetitieruimte van Slagwerk Den Haag. En dit is het laatste moment dat er nog aan gewerkt kan worden. En ben je tevreden nu het klaar is? Daar wel. Maar ik ben wel een beetje moe. Wat ik me al de hele tijd afvraag, is wanneer komen die noten op papier? Zo open als Aard over zijn instrumenten is, zo weinig toegang krijg ik tot het schrijfproces. Tot mijn verrassing komt Aard terug van een week vakantie bij zijn schoonouders in Duitsland en bam, daar ligt plots 50 minuten aan muziek. Je zou kunnen denken dat hij misschien even was vergeten dat er een documentaire over hem gemaakt wordt. En dat ik dat misschien wel had willen filmen. Maar ik denk eigenlijk niet dat Aard het was vergeten. Ik denk dat dit een deel van zijn proces is waar hij geen pottenkijkers bij wilde. En dat gun ik hem ook wel. Tijdens de première herken ik allemaal kleine stukjes muziek. Het zijn alle ideetjes die Aard heeft verzameld tijdens dit hele jaar. Ik dacht al, hij kan het toch niet allemaal in één week hebben bedacht? En aan het einde zie ik zelfs nog oude bekenden terug. Waarvan ik dacht dat ze verdwenen waren. Het zijn de buizen van aluminiumopmaat.nl. En ik maar denken dat het mislukt was. Ik dacht dat ik er niet bij was. Bij het componeren. Dat ik het niet had vastgelegd. Maar ik was er wel. En ik heb het ook gefilmd. Ik had het alleen niet door. Ik wist nog niet hoe het eruit zag. Het is inmiddels een paar weken na de première. De rust is wedergekeerd in Aards werkplaats. We spelen een potje Mario Kart als van ouds. Is hij nu ook aan het componeren?